Dit verhaal gaat over Brabant. Of liever gezegd, over de toekomst van het Brabantse buitengebied. En daarmee ook over de toekomst van stedelijke ontwikkeling. Want stad en platteland groeien steeds meer naar elkaar toe. Wij willen Brabant meer ruimte geven. Ruimte voor initiatieven die de kwaliteit van het Brabantse platteland versterken. Dat willen we doen door niet zonder meer de regels toe te passen, maar door mee te helpen aan het realiseren van goede, duurzame oplossingen. Eeuwen geleden zag Brabant er heel anders uit dan nu. De provincie was dun bevolkt en vruchtbare grond was schaars. Het leven op het platteland was zwaar en de armoede groot. Eind 19e eeuw ontstonden in en rond de Brabantse steden allerlei fabrieken. En die bedrijvigheid zorgde voor werkgelegenheid, welvaart en een forse bevolkingsgroei. Mensen van het platteland trokken naar de stad en de steden groeiden als kool. En de boer? Hij ploegde voort. Op het platteland was het landbouwbelang allesbepalend. Niet verwonderlijk, want landbouw zorgde voor voedsel, voor de eigen regio en voor ver daarbuiten. De overheid stimuleerde schaalvergroting, mechanisatie, export. Wie als agrariër wilde overleven, moest van groot naar groter naar grootst. Maar die groei stuitte op maatschappelijk verzet. Verzet tegen mestoverschot, stankoverlast, epidemieën zoals varkenspest en Q-koorts. En tegelijkertijd wilden steeds meer Brabanders dat buitengebied gebruiken om het te ontspannen en te genieten van de natuur. Landbouwbelang en maatschappelijk belang groeiden uit elkaar. Anders dan vroeger is landbouw niet meer allesbepalend, maar medebepalend. Het krachtenveld is voorgoed veranderd. En daarmee is ook ons beleid veranderd. En de manier waarop we samenwerken. We willen Brabant verder ontwikkelen als een plek waarin mensen heerlijk kunnen wonen, werken en ontspannen. Een plek ook waar ondernemers zich graag vestigen. Naast aantrekkelijke steden hebben we daarvoor ook een vitaal buitengebied nodig. Dat maakt Brabant tot een topregio, waar mensen graag leven, zodat we bedrijven boeien en talenten kunnen binden. Hoe zorgen we dan voor dat stad en platteland elkaar versterken? We willen geen kant-en-klare oplossingen meer bieden, maar samen met elkaar de goede oplossingen vinden. Zodat er een goede balans ontstaat tussen de diverse belangen. Waarbij we soms een stapje terug doen. Door op een slimme manier om te gaan met ideeën, middelen en regels is vaak veel meer mogelijk dan nu. Een agrarisch onderneemster wil bijvoorbeeld haar bedrijf natuur- en diervriendelijker maken. Om rendabel te zijn, moet het bedrijf dan wel groter worden dan volgens de huidige regels is toegestaan. In de nieuwe situatie maken we voor zo'n plan een uitzondering. En nemen we sneller beslissingen, zodat het initiatief toch door kan gaan. Of neem een hoogwaardig softwarebedrijf dat zich graag in de landelijke omgeving wil vestigen, maar dat nu niet mag binnen de huidige regels. Door de bouw van een klein kantoorgebouw te combineren met bijvoorbeeld een dorpshuis of een winkel, krijgen de dorpsbewoners er een nieuwe voorziening bij. Ander voorbeeld. Een landgoedeigenaar zoekt nieuwe inkomsten. Maar hij wil niet dat de landschappelijke en ecologische waarde van dat landgoed wordt aangetast. In de omgeving is dringend behoefte aan buitenschoolse opvang. Het landgoed is voor opvang geschikt, maar de regels staan dit niet toe. Door een uitzondering te maken, heeft het landgoed weer een toekomst en kunnen kinderen veilig buitenspelen. Natuurlijk zijn er wetten en regels waaraan iedereen zich moet houden. En uiteraard mag er geen willekeur ontstaan. Maar ons uitgangspunt is dat we meer ruimte willen geven aan ideeën en initiatieven van Brabanders, omdat die vaak leiden tot betere oplossingen. Van een overheid die te veel zelf doet, gaan we naar een overheid die de samenleving ondersteunt bij het oplossen van problemen.